In deze aflevering ga ik kijken naar de Fetch.ai token. FET met een F, niet te verwarren met VET met een V, wat natuurlijk een V-chain is. Ook gaat de FET token, met een F dus, uh, verdwijnen en uh, gaat samen in de ASI token, de Artificial Super Intelligence Alliance token. En laat ik ook beginnen te zeggen dat als je überhaupt kijkt naar de prijsontwikkelingen van Fetch.ai, uh, en als je dan afvraagt van nou zit er nog even minimaal een 10x potentieel in in deze boeren. Dan ben ik daar zeer terughoudend in. En waarom is dat? Nou, laat ik gewoon even meteen met de deur in huis vallen. Vanaf januari 2023, toen ook natuurlijk Bitcoin hard is gaan stijgen, praten we over vandaag de dag al een return van zo'n 2500 procent. Ja, dus dat is natuurlijk gigantisch. En daarmee kan je natuurlijk niet verwachten dat we gelijk nog een keer een dergelijke stijging gaan krijgen. Hier zie je dat ook terug in de ontwikkeling van de totale marktwaarde van Fetch.ai. En dan kijk ik ook gelijk even naar de tokenomics. De totale voorraad van, van Fetch.ai, FET dus, is 2,6 miljard. En 2,5 miljard zijn in circulatie. Ergens ja, dus in 2025 is 100% in circulatie. Maar wat ik net zei, de token FET gaat, dus wordt dus omgezet naar de ASI-token, ASI, Artificial Super Intelligence Alliance. En gaat samen met AJIX, Ocean en dus vet. En de totale voorraad van die ASI-token is 2,63 miljard. Wat dus nog steeds overeenkomt, ook met de, eigenlijk de VET token. Nou, de marktwaarde en ontwikkeling daarvan zien we ook dat als we het hebben over 2023, begin 2023 was 85 miljoen. En nu zit het wel boven de 6 miljard. Dus als je denkt hey, AI-tokens, booming business. Nou, ja, dat was het in ieder geval wel. En op dit moment, uh, vet, uh, vind ik zelf dus minder interessant uh, voor de komende periode, omdat de grootste stijging denk ik al geweest is en we potentieel eerder een wat grotere correctie kunnen zien dan dat er nog verdere stijging komt. Artificial intelligence is natuurlijk dagelijks in ons leven. We komen er overal uh, mee te maken. Als je ergens een afspraak wilt plannen, misschien als je je auto naar de garage wilt brengen, zal ook steeds meer met AI gewerkt gaan worden. Feitelijk is AI, en we praten meestal over narrow AI, dus dat is gericht op een hele specifieke... Smalle kleine taak, zonder al te veel complexiteit om eenvoudig beslissingen te kunnen nemen. Uh, dus je kunt ook praten met een chatbot bijvoorbeeld. Nou, dat gaat natuurlijk in een aantal gevallen gaat dat goed. Zeker als je een eenvoudige afspraak wil plannen, super easy. Maar zodra het al wat gecompliceerder wordt, eh, net zoals dat je herkent dat je eerste lijn, tweede lijn en derde lijn uh, telefonie uh, had vroeger. Tegenwoordig heb je nog steeds wel wat meer technische support, maar daar kom je bijna niet doorheen. En wat. Eigenlijk uh, het framework doet van Fetch.ai is dat je de mogelijkheid hebt om allerlei bots ook met elkaar te connecteren en met elkaar te laten praten. Uh, en dat geeft natuurlijk uh, potentieel ook heel veel oplossingskracht en functionaliteit en waarde ook voor bedrijven. De Fetch.ai token uh, draait op Ethereum en al die agents die onderdeel zijn van het framework en van het systeem die moeten geregistreerd staan in het almanac contract. Als je de whitepaper erbij pakt, van uh, in dit geval de Text Autonomous Economic Agent Framework. Lees er even doorheen. Ik heb een linkje ook even in de beschrijving van de video toegevoegd. Dan zie je even abstract van: oké, okay, wat is dan de gedachte achter dat framework? Waarom is het er? En er wordt hier ook aangehaald dat je natuurlijk de monopolisten hebt. Denk aan de Googles, de Microsofts, de Apples. Uh, die natuurlijk uh, ongelooflijk grote centrale infrastructuur hebben, omdat grote uh, bedrijven ook allemaal private infrastructuur willen waar hun data op staat en niet natuurlijk naar andere naar partijen kan lekken. Dat is ook niet iets wat, uh, wat snel gaat verdwijnen, natuurlijk. Alleen zo'n framework kan er wel voor zorgen dat als je het hebt over AI en je wil gewoon een eenvoudige toepassingen, of misschien iets gecompliceerdere toepassingen met, uh, met bots en zo oplossen, met artificial intelligence. kan je dus gebruik maken van zo'n framework. We kunnen ook duidelijk zien dat de trend van Fetch.ai, van FED, als je het afzet tegen Bitcoin, dat de trend omhoog is geweest in de afgelopen periode. Maar wat natuurlijk ook duidelijk zichtbaar is, is dat die trend uh, nu in ieder geval aan het afbuigen is. We zien dat we de afgelopen periode, en dan praten we eigenlijk uh, nou, we zeggen, vanaf de piek in uh, eind maart uh, 2024, is uh, op dit moment uh, FED dus al zo'n 56 dagen aan het inleveren tegen Bitcoin. Nou, wat ik ook al net zei, dat die merger aankomt naar een nieuwe token. Er is al zo'n gigantische pump geweest. Mijn verwachting is eerder dat in de komende periode er eigenlijk een verdere consolidatie komt van deze token. Want de hype is duidelijk hier geweest. Die startte in februari 24, een enorme pump geweest. En dan wordt er gewoon veel winst genomen. Dan komt er een gigantische ja, correctie naar beneden om uiteindelijk een, een nieuw prijsniveau te vinden. Voordat daar vanuit stabilisatie de weg weer omhoog wordt gevonden. Dus ben je dan te laat om te investeren in VET? Uh, is het uh, nu, uh, zou je beter kunnen kopen, verkopen of vasthouden? Ik denk als je nog niet in VET uh, zou zitten nu, wat straks dus uh, ESI token gaat heten. Ik zou vandaag de dag hier uh, geen, uh, geen geld in stoppen, omdat ja, deze, uh, deze gain van zo'n, uh, nou ja, afhankelijk van waar je het meet, van ruim 2500 procent. Is natuurlijk echt bizar te noemen. Het ja, is zo'n ongelofelijke stijging. dat als we kijken naar de laatste trend uh, van deze stijging, van waar, uh, hoe ziet dat eruit, dan zien we gewoon dat we, op, dat we praktisch de piek hebben aangeraakt, 423 procent. En dat is echt heel extreem. Dus dat het eerst verder gaat afkoelen. Kijk hier naar de weekly. De rode lijn is de 20 Exponential Moving Average. Die zit op, uh, op 1,91 dollar. Nou, ik zou eerder zeggen dat uh, de prijs uh, terug kan corrigeren. Misschien komt er wel weer een retest op het niveau van 1,19 dollar. Ja, tuurlijk kan de prijs nog verder omhoog gaan. Hè? AI is booming, die uh, industrie is booming. Dus als die drie tokens samenkomen, dan is er dus één. Eén token wat meerdere functionaliteiten samenvoegt, waardoor er dus ook meer kracht en meer naamsbekendheid bij komt. En dat daarmee dus ook potentieel de waarde nog verder omhoog kan gaan. Voor mij persoonlijk vind ik dit altijd tricky situaties. We hebben het eigenlijk, we praten hier over zo'n dermate hoge stijging, dat je ja, het schip eigenlijk wel gemist hebt. Tegelijkertijd zitten we natuurlijk nog relatief vroeg in de bull market... Dus ik wil ook benadrukken dat er voor over de hele linie van de crypto space... en ook nog vele andere tokens er altijd nog een opwaartspotentieel is. Waarbij Bitcoin aan de leiding van het klassement staat natuurlijk en blijft. Het peloton aanvoert en uiteindelijk een duidelijk signaal geeft in de markt waar het naartoe gaat. Dus als Bitcoin in de lift is, dan volgt de rest. En als Bitcoin weer wat tot rust komt, dan hebben altcoins weer wat meer kansen om in te halen. Afhankelijk van populariteit en ook vaak hype in de wereld van crypto met altcoins... dan zie je dus dit soort extreme pumps. Uh, dus ik wil je in ieder geval nogmaals waarschuwen... dat in, ja, in zo'n korte, zo korte tijd... als we het hier praten over drie, vier, vijf, in zes weken tijd... stijgt zo'n currency zo'n 500%. Ja, dan is het logisch dat er een consolidatiefase komt. En wat mij betreft... Uh, we hebben natuurlijk ook te maken met uh, nog een, uh, meer tokens in circulatie... dus we zien ook de marktwaarde... De totale marktwaarde van VET van uh, is enorm toegenomen. Wat ik al aangaf, uh, van, van zo'n zo 70 miljoen tot 6 miljard. Dus wees altijd voorzichtig uh, met het investeren van, van dit soort tokens uh, na dit soort pumps. Dus aan het eind nog een keer concluderend: kopen, vasthouden, verkopen. Ik denk als je al een goede run gemaakt hebt vanaf ergens eind 2023, of misschien wel uh, hier. En je hebt in de afgelopen weken al ruim 100% gepakt. Dan zou het helemaal niet ongezond zijn, denk ik, om een stuk winst te nemen. Kan het nog verder stijgen? Ja, tuurlijk kan het nog verder stijgen. Alleen na zo'n enorme pump verwacht ik eigenlijk wel eerst nog een flinke correctie. voordat uh, weer een nieuwe basis gevonden wordt, wat, uh, wat normaal is. Nu is er pas een 29% correctie geweest vanaf de piek. Wat ik nog relatief uh, weinig vind. Ik denk dat dit soort extreme pieken altijd wel correcties van zo'n 50% uh, minimaal om mijn oren krijgen. 50% correctie brengt uh, vet naar 1,73. En als we natuurlijk kijken naar uh, de structuur van uh, de boelmarkt 21, daar is die hier doorheen gebroken. Maar het is zo uh, parabolisch gegaan dat het ja, voor mij eerder logischerwijs eerst nog een retracement terug naar beneden zou krijgen, en misschien wel een bounce gaat krijgen op die uh, 1,20. Dus dat zou uh, voor mij, een, uh, als ik uh, vet zou willen bijkopen. Dan zou dat een target zijn uh, om naar te kijken. Uh, kopen nu zou ik zelf niet doen. Vasthouden afhankelijk van waar je ingestapt bent. Als je nu uh, bijvoorbeeld stel je voor dat je laat ingestapt was en je hebt gekocht op, uh, weet ik veel, 3 dollar of zo. Ja, dan loop je het risico dat je natuurlijk even flink moet bloeden voordat het misschien ooit nog goed komt. Dus moet je dan vasthouden, of moet je dan verkopen of moet je vasthouden. Als in mijn situatie, al zou ik op 3 dollar ingekocht hebben. is Ik heb niet op 3 dollar vet gekocht. Maar stel dat het zou zijn, dan zou ik dat nu niet in deze boelmarkt gaan verkopen. Omdat je hebt het waarschijnlijk dan op 3 dollar gekocht. Omdat je verwacht dat er nog meer groeipotentieel is. En dat wat ik ook al zei. Er zit ook nog groeipotentieel in. Alleen de hele korte termijn, denk ik eerder, een correctie. ...en verkopen, nou ja, dus afhankelijk van waar je ingesteld bent. Als ik meer dan 100% rendement gemaakt zou hebben op deze token... ...dan zou ik daar minimaal de helft van verkopen. Nu wacht op retracement en dan terugkopen om uiteindelijk de volgende run te maken. Want opportunity in ieder geval genoeg. Wil ik wil ook nog een algemene tip aan je meegeven. Als jij nadenkt over het investeren in een cryptocurrency... ...maakt mij echt niet uit in welke. Kijk altijd even naar, ik ga vaak zelf naar coingecko.com omdat daar gewoon hele belangrijke informatie staat over tokens. Ja? Wat is de maximale voorraad? Hoeveel is er in circulatie? Want als er de maximale voorraad bijvoorbeeld 2.6 miljard is. Maar er zijn er pas 10.000 in omloop, dan weet je gewoon dat er een hele bak verwatering inflatie nog gaat komen. Ook wil je misschien weten van hey, hoe ziet het nou eigenlijk met de ontwikkeling? Niet alleen van de prijs. Want hier zie je een top van, uh, van 90 cent en dan denk je hier van, oh maar is het nu rond de 2 dollar, dus dat is eigenlijk maar een 2x, dus hij kan toch nog wel een keer keer 10. Nee, zo werkt dat niet. En dat komt omdat hier er veel minder tokens in circulatie waren dan vandaag de dag. Dus kijk even naar wat is de marktwaarde en de ontwikkeling daarvan en de trend. En dan zie je gewoon een enorme parabolische stijging van de waarde van zo'n token. Dus dat is mijn tip. Het gaat je gewoon helpen om ook weer goede keuzes te maken. Ook in crypto. Voor uh, ja, natuurlijk om je portefeuille te laten groeien. Als jij nog een interessante ai token hebt die nog zeer jong is in de markt, waar je denkt van hé, hey, kijk daar eens naar. Dan wil ik daar even een video wel over maken. Drop even hier in de comments. En ja, uh, yeah, thanks for watching. Laat even een duimpje achter als je het weer een leuke video vond. Zie ik je gewoon weer terug in de volgende. Tot ziens.